Vanavond is hier in het Concertgebouw in Amsterdam, in de grote zaal, de finale van het 22e Nationaal Vioolconcours. Ook wel het Oscar Bak Vioolconcours genoemd. Oscar Bak, dat was een Hongaar die in de vorige eeuw een hele tijd in Amsterdam heeft gewoond. Een vioolpedagoog. En het is eigenlijk aan hem te danken dat we hier in Nederland zoveel goede violisten hebben. Dus het is een soort eerbetoon aan hem, dit concours. In 1967 was het voor de eerste keer met één finalist. En heel verrassend, die won ook nog. Dat was Emmy Verheij. Het begon met 21 kandidaten tussen de 17 en 26 jaar. In de tweede ronde waren daar nog 10 van over. En toen moest er besloten worden welke 3 violisten doorgingen naar de finale. Finalisten die konden kiezen uit 3 vioolconcerten. Het vioolconcert van Brahms, van Tchaikovsky en het vioolconcert van Sibelius. Het had dus zomaar gekund dat we 3 keer naar hetzelfde vioolconcert hadden geluisterd. Ook niet erg, maar het is wel leuker dat ze allemaal een ander concert hebben gekozen.